excuseer, mag ik u iets vragen? Ja. Hebt u misschien informatie? Ja. Ah, dat is goed, want ik zou het willen weten. Je mag mij alles vragen. Ja, ik heb problemen. Waarmee? Ja, ik heb muizen. Muizen zijn vieze beesten. Ja. Ik heb geprobeerd die te verdelgen, maar die zijn zo in hun olken gekropen en die blijven daar zitten. Oh, maar ik heb producten. Ik heb heel goed producten. Ja. Dus kijk naar ons producten. Ja, dat is dus een baas, hè, om muizen te verdelgen. Ja. Kijk, dat is eigenlijk heel simpel. Je moet dus dat stuk van de baas moet dus in het muizenolken stoppen. Zo, hè. En dus met ander moet je dus de muis uit de rolletje zagen. Dus dan totdat de muis dus in de buis zit. Zo, de muis zit dan nu in de buis. Ja. Wat moet er dan gebeuren? Dan moeten ze verdelgen. Ja? En daarvoor moet ik een productje aanraden. Je moet eens kijken, dat is een ongelooflijk schoon productje. Oh, maar dat is gewoon een namer. Een namer, dat is een zalige namer. Ik begin het te begrijpen, dus dan moet je dus de muis... Ja, maar hoe kun je de muis lokaliseren? Dan moet je oren aan het gepiep. En dan zo de muis... slagen. Ja, maar dan gaat ook wel die buis kapot. Natuurlijk. Het kapot stukje buis kun je tussenuit zagen. Met een zaagske. Dat is ook een productie. Ja. Dat is een tweede productie eigenlijk. En hoe moet je die muis daaruit krijgen? Met een bijtel. Je moet iets met een bijtel eruit peuteren. En dan kun je iets op de bijtel leggen. En zo dus naar de vuilbak brengen. En zo in de vuilbak keeperen. Dat zijn dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 producties. Voor de muizen. Ja, en dus op het buisje wil ik wel een reductie geven. Eventueel. Wat denk je? Ja, ik ga er nog eens over nadenken. Dat is spijtig. Kan je morgen niks laten weten? Kan ik je telefoneren? Of heb jij een fax? Ja, weet je... Maar ik kan je ook e-mailen. Je kunt beter nog eens terugkomen. Ja, oké. Tot morgen. Dag.